Goedemiddag, welkom bij het weerbericht van Weerplaza.nl. We hebben te maken met veel bewolking vandaag. Als we de satellietbeelden in beweging zetten, dan zien we dat die wolken van west naar oost over het land trekken. En voorlopig komt er ook nog geen einde aan die bewolking. Al zullen we vanavond en vannacht wel gaan zien dat er wat meer gaten in het wolkendek vallen. En uit de wolken valt vanmiddag ook nog wat regen. Het zijn wat lichte regenbuien die over het land trekken, met name in de zuidoostelijke helft van het land. In het noordwesten en noorden is het op de meeste plaatsen droog, met daar dan ook de meeste kans op zon vanmiddag. Ook vanavond zien we die tweedeling eigenlijk nog terug. In het noorden de meeste kans op opklaringen, in het zuiden de meeste bewolking en in eerste instantie ook nog wat lichte regen of motregen tijdens een enkele bui. Overwege de avond is het een graad of 18. En de komende nacht, als het verder gaat opklaren, wordt het 14 tot 12 graden. Blijft niet de hele nacht wisselend bewolkt. Aan het einde van de nacht neemt de bewolking vanuit het westen weer toe. En dan hebben we morgen overdag opnieuw behoorlijk grijs weer. Af en toe breekt wel de zon door. Ik denk wat vaker zelfs nog dan vandaag. En daarbij wordt het dan zo'n 20 tot 24 graden. We merken dat er al wat warmere lucht binnenkomt vanuit het zuidwesten met een zwakke tot matige wind. Donderdag en vrijdag wordt het echter prachtig weer. Dan schijnt de zon flink. Wordt het 23 tot 29 graden op de donderdag bij weinig wind. In de middag wat stapelwolken. Misschien een enkele bui in het oosten. Maar ik denk dat het gewoon op de meeste plaatsen droog blijft. In de nacht van donderdag op vrijdag is kans op een enkele onweersbui die vanuit Frankrijk ons land binnentrekt. Maar vrijdag overdag is die bui alweer verdwenen. En dan hebben we te maken met zon en wat stapelwolken. Wel komt er een stevige zuidwestenwind te staan en die gaat de warmte geleidelijk aan weer naar het oosten wegdrukken. In het westen wordt het 23 tot 24 graden. In het midden en oosten 27 tot lokaal nog 30 graden. Op zaterdag is die warme lucht verder verdreven. Het wordt dan 20 tot plaatselijk nog wel 25 graden. Maar met een matige westenwind en zon, wolken en een aantal buien is toch het wisselvallige weertype weer terug. Ik ben Ben Langkamp van Weerplaza.nl.